Yo allemaal, in deze video ga ik je allemaal super boeiende weetjes vertellen over paarden die je waarschijnlijk nog niet weet. Wil je heel veel leren en heel veel boeiende weetjes weten? Blijf dan kijken. Weetje nummer 1 is dat er in Nederland 450.000 paarden wonen. En die 450.000 paarden maken met elkaar 17 miljoen buitenritten. En die 450.000 paarden hebben elk jaar in totaal, ja, verdeeld over elkaar, 765.000 wedstrijdstarts. Dus 765.000 keer per jaar komt er iemand bij A binnen en uiteindelijk groet hij op X of G of waar je ook moet groeten. Super bizar. En nu we toch in de getallen zitten, vertel ik meteen nog iets met een getal. Er zijn over de hele wereld 350 verschillende soorten paardenrassen. En China heeft de meeste paarden. Daar wonen wel 10 miljoen paarden. We vragen ons misschien af, waarvoor hebben paarden hoefijzers? Nou, dat is om hun hoeven te beschermen. Ze zijn best wel, het zijn harde dingen die hoeven, maar ze zijn ook heel kwetsbaar. En het is eigenlijk hetzelfde als onze mensenvoeten, die moeten we ook beschermen. En paardenhoeven zijn hetzelfde als paardennagels wat betreft het groeit. Mensennagels groeien en paardennagels, hoeven dus, groeien 5 mm per maand. Dus dat is, ja, best wel veel. En om de 6 weken moet een paard naar de hoefsmid en die hoefijzers. Paardendarmen zijn gemiddeld 35 meter. 35 meter is bizar. Dat is deze hele bak van de zee naar de A. Deze bak is namelijk 35 bij 20 meter. Dus als ik zeg maar helemaal zeg maar bla 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 bla. Als ik zo van de zee naar de A loop, zo lang zijn de darmen van George. Dat is toch echt bizar. Nog steeds zijn die darmen nog steeds. Bizar. Dit is 35 meter. Oh ja. En paarden drinken wel 25 liter per dag. Dat is echt heel veel. Wij komen nog niet eens aan 2 liter gemiddeld. Oké, ik sta eventjes bij Yves. En paarden zijn natuurlijk onze grootste lievelingsdieren. En het laatste weetje is dan ook, er zijn er 75 miljoen op deze aarde. 75 miljoen paarden. Dat stelt me echt gerust dat er zoveel zijn. Yves, 75 miljoen soortgenoten, hoe leuk. Nou, dan wil ik tegen jullie zeggen, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En tot maandag!